Ja. Welkom bij de vlog van Mike Eftel. Yo mensen, super leuk dat je moet kijken. Een gelukkige video. Vlog, ik ben weer de Efteling. Ja, dit is wel leuk. Ja, ik vind ook wel leuke treuzen in de ticket. En het is heerlijk weer. Ja, het gaat wel zo lekker weer. Dus dit is dan wel weer zo'n lekker windje. En ze scheelt ook weer een beetje. Dus ja, wat ik vandaag weer ga beleven, kan je dus allemaal in deze vlog weer zien. En dus daar geniet lekker mee. Nou mensen, onderweg naar Ruigrijk. Daar ga ik ook wat attracties doen. Dan kijk ik hier op de bron. Ja, super leuk mensen. En we zien dat rijden. En ik ga nu even kijken waar ik nou in ga. Maar dat ga je vanzelf allemaal wel zien in deze vlog. Ik heb de GoPro natuurlijk altijd bij. Dus kijk in de armen altijd ik online maken. Dus dat ga ik zo even eerst even doen. En, maar ja, ik ben sowieso blij dat ik weer in de Efteling ben hier. En dat is altijd leuk. Stik ze lekker. Hier mensen, ja, hier rechts is het Pieter, maar ik zie het straks even. Alle balletjes hier. Nee, vliegen doen van de Vliegen Hollander is al lopen. Ja, ik zie het gek even in. Favorietje daar ook, dus lekker. Ja, dat is die rij net open, ik weet niet, die ging erin. Maar ik begrijp dat ik lang zo meteen erin moet wachten. En ik ben ook benieuwd waar ik zo meteen zit. Vliegen Holland, ja, het blijft natuurlijk mijn favorietje. Ik ging in één keer open. Ik dacht, ja, kijk die maar eens eens te pakken. Maar ja, op zich maakt me dat het niet heel veel uit. Maar ja, het is wel leuk. Maar ja, alleen nog een beetje schettingen en zo. En hier, anderhalve meter gedoe, maar ja, afstand en zo weet ik met die lijnen. Maar ja, ik loop er nou vast in voor dat er straks wel een flinke rij staat. Die heb ik in ieder geval wel gedaan. Dus ja. Oh, de rij begint hier buiten. Dus ik ga er zo meteen in, dus te genieten.
is heet de Vlieglander, super leuk. Oh, en lekker. Alleen in het donker lukt hè. Ik heb te druk blijft. Even een ritje pieten, mensen. Ja, kijk eens, voor mij, je hebt net even een ritje de pieten in geweest. En die kon ook eigenlijk hier eens in het recht ingaan, maar er staat een hele lange rij. Even kijken hoe die rij vanmiddag is en of later op de dag, maar het is wel heel lang wachten, maar maakt niet uit. Maar ja, even verder kijken een paar keer nog meer en dan ga je achter veel vooruit kunnen. Dus straks al zien in de vlog dat ik erin ben geweest. Zo. Wel super leuk. Het is ook het leukste park. Ja. Lekker. Jongens, mensen, ik loop even het laven lagen. Ja, kunnen jullie laten me hier ook even te vloggen. Ja, dat is wel grappig. En wat chill. Ja, wel een beetje bakken van hier. Het is wel super leuk om kijk, ja, ik weet laat vandaag een beetje mee te worden. Maar kijk mensen, dat ik dat ding met dat lampje is, dat ga ik weer af doen. Ik hoor eigenlijk van zweefvuis, maar dat heb ik niet gedaan, maar grappig. Kijk, die lamp doet het niet alleen dat die mus daar gaat omhoog, maar ja. Dat is helemaal waar. Dus mee hier binnen heb ik al een tijdje niet meer gedaan eigenlijk. Of ja, niet meer gedaan. Ik heb wel langsgelopen, maar niet in de vlog, volgens mij. Kijken wie het doet. Oh, kijk, hij doet het. Ja, ziet er geinig uit. Ja. Maar het is wel grappig om naar die lampjes te kijken. Ik loop hier ook even bij ja, misschien dat ik even bij de brouwerij ga kijken hier van de lampjes. Want die zit hier binnen.
Super leuk natuurlijk. Mijn laatste paar keer pak ik hem heel vaak mee. Maar ik heb het dus. Zo leuk hier bij de laafjes natuurlijk. Maar ja, hier zo ik even hoofdvlucht in, denk ik. Ik kan ook lekker daarin vloggen. Of ja, stukjes filmen, denk ik. Ja, zo kan ja. Kan ik ik wil het eigenlijk zien met hier trollen en elfjes en ja, ik heb hier wel kunnen gaan, maar die zei ik pas weer als ik de achtbaan in ga. Maar ja, wel leuk. Lekker. Weer een droomvlucht geweest. Dat is echt leuk. Ja, nu even door het Sprookjesbos en zo. Dat is altijd ook wel leuk. En ja, hier een stuk van die kabouters. Dat is ook wel leuk. De Sprookjesbos is altijd leuk, gewoon leuk om erheen te lopen. Hè? Dus ja. Dus de. Hier denk ik wat. Fijn! Dus de. Wat grappig. De Sprookjes van de Efteling. Ja, die jongen, daar is nog steeds de was nu. Dus de. En
Dit is ook wel geinig. En ja. Ik was nog steeds inlooproute in Sprookjesbos. Maar ja, totaal vind ik niet erg, maar al die maatregelen, maar het is wel leuk. Nou, ik loop nu bij het sprookje van Pinocchio en alles. Ja. Je moet ook kijken wat leuks gebeurt. Doe die dingen maar, dat is ook altijd gewoon grappig. Ik ben benieuwd wanneer eentje zijn kop naar boven steekt. Hier. Oh, het kan het uit. Kijk, hier is die walvis. Dat is een Pinocchio, hè? Dat is wel leuk. En ja, ik ga een beetje verder als potjes was vroeger. Maar ja, maar schutting. Het heeft toch wel altijd ja, het is wel leuk in Sprookjesbos en alles. Hier heb je een trollenkoning, die kan ik gelijk weer laten zien. Ik ga mee voor de zeg maar. Hij zal, als je te zien slaapt hij nog, mijn schouders moeten zo raken worden. Zo heeft hij weinig zin in nou, maar... Kijk, daar is hij. Zo, dat was even naar de trollenkoning. Die is ja, dat is wel grappig en zo. Ja, en ja, ik ga nu weer natuurlijk maar weer sprookjes filmen hier gewoon. Het Sprookjesbos. Maar ja, is altijd Sprookjesbos vind ik altijd wel zelf leuk om te zien ofzo. Dus ja. Bijna bij die draak daar. Ik blijf ook altijd lachen. Oh.
ja. Dus we gaan nu even langs dat sprookje van, weet je, zeven geitjes. En dat de moedergeit natuurlijk. En ja, dan moeten we naar voor de ring, joh. Misschien dat kan. Kom maar eens kijken! Kijk, je zit nog steeds in die klok erachter. Maar ja, het is wel heerlijk weer voor een dagje Efteling natuurlijk. Nou, ik vind het altijd lachen, maar ik heb het hier te vlug, hè. Nee. Maar ja, we hebben aan zijn grietje hier ook. Maar dan zien we een shit daar aan mijn huisje. Ja, je hebt een beetje op de achtergrond. Zo lukt dat. Zo. Klein huisje, oké, heb je weer. Ik ga weer af. Maar ik ga natuurlijk nog meer sprookjes allemaal laten zien. Ik ga niet vloggen. Maar ja, als ik toch een sprookjesbos ben. Dus ja. Ik heb ook langs die put van vrouw Holle. Ja, ik denk die put van vrouw Holle. Maar die, het gek is dat het huis nog steeds niet is opgebouwd. Ja, je weet, ooit komt het weer vanzelf wel weer. Maar ja, kom goed. Dus ik loop nog even verder voor de herberg in hier. De tijdsman kwam in deze herberg bij de Schoenemaar al eerder de volgende eenzel van een oudere vrouw had verstoord. Het vuur onder de pot is al gedoofd, grond in de waar. Nou, ik zoek wel voor mijn eigen man. Tweede zoon, de waar echte Schoenemaar verliet de gelagkamer en hechtte zijn oor te luisteren tegen de deur. Dat is een grappig grap, hij gelijk de volgende weer in. Met de spiegel. Maar hij is er heel even stil daar. Ja, mensen alsof moeten er geen jaar dicht. Hij begon wel net, maar ik had zoiets van ja, misschien de volgende keer wel, maar. Ik ga nu heel even bij de zes wanden kijken of volgens mij, ja, doet hij nog. Ze zijn nog steeds niet open, de zes wanden, ja, alleen de looprutte van het sprookje. Ja, hij is nog dicht, zie ik. Ik zie nog maar. Hier ook drie zwanen. Hier buiten normaal is die andere. Staan erachter, maar ik heb het idee dat ze daar binnen staan. Maar ik weet het niet heel zeker, maar. Maar ze zitten wel. Zal ik natuurlijk een sprookje in te gaan, maar ja, nu is die tijdelijk gesloten. Maar ja, tot wanneer weet ik niet eigenlijk gezegd, maar ja. Als je de looproute niet doen, nou, want er gaan veel mensen. Je hebt natuurlijk per één huishouden natuurlijk naar binnen. En dan moet je wachten en dan duurt dat wel weer even, maar ja. Maar ja. Dan ga ik even verder kijken in het sprookjesbos.
En ja, ik heb thuis ook een kerenkoning uit hier. Dat is ook een leuk sprookje natuurlijk, is dus altijd die van de draai. Sprookje met die draak en met die kaboutergedeelte. Ja, lekker. Ja mensen, ik loop nu even. Ik ben net die reus en die reperceeltje voorbij gelopen. En even terug langs Kniezer. Even kijken of mijn Kniezer is. Ja, kom. Oh god. Maar toch weet ik niet wie u bent. Ja, ja, moet even naar YouTube kijken, maak je even voor. Van meneer Kniezer. Dat is even Kniezer hier zo. Altijd wel even grappig. Ik wil nog even langs, ga langs de nieuwe kleren van de keizer. Want hier is ook weer. Welle. Nu de keizer eindelijk op pas komt. Werd hij nog wel een beetje blind. Hij draaide voor de spiegel, maar zag ze kleren. Ja, verkleed, nu kleren van de keizer heel even meegevlucht. Maar zijn opvrouw is toch gedaan. Kleren moest maar mooi zijn. Ja, dat is wel leuk. Ja. Ja, misschien dat ik na het Sprookjesbos nog even een attractie ga doen. Al een of meer, of even kijken wat ik allemaal in ga zoomen straks. En het is ook heel afhankelijk hoe druk het is. Maar qua wegrijden. Maar ja. Dus ja, we zullen zien. Lekker. Dus we zullen nog even kijken bij de varken hier. Die is altijd leuk. Die bloemen weer of even die topo omhoog te fluiten. Dus even kijken daar. Dit is niet daarachter. Oh, je gaat weer naar binnen. Zo wel. Kijk, ik kom zo via boven langs weer. Hier hebben we de vark hier. Nou, dat is wel leuk. Dat was even vark hier. En ik ging hier even het Sprookjesbos uit. En ja, weer een. Even kijken. Welke attractie ik nou weer ga. Maar ja, het is zo alweer. Ik zou zeggen, lekker! Yo mensen, ik loop even Fata Morgana in. En is wel leuk. Dus op zich valt mee met de wachtgevende. Vanochtend, toen ik natuurlijk aankwam dat ik via dit, is wel een flinke reis dan, maar op zich valt het toch nog wel reuze mee. Ja, ik heb het vet om te gaan en dus geniet lekker mee mensen. Thank you.
zelfs in van Zeeland zou gaan handelen. Ik kom met z'n Ik heb al, dat was Fatima gaat niet achter, is Aquanora bezig. Maar ja, wil je andere vlog of een beetje komen als het goed is? We gaan nu even kijken wat ik nou allemaal in de ref in ga, maar zie je dan wel. Ik ga nog een keer een rondje maken, zo mooi het. Ik ben hier 2 weken geleden dat ik in Max en Morris ben geweest. En ik zie jou te zien. Lekker hoor. Gelijk deze keertje, ja, nou, heb ik ze toch alle van Max elke morgen ook eens gedaan. We zien hier weer een vlog van waar Max, we zien hier even terugkijken op mijn kanaal. Daar staat die vlog ook van op. Maar niet van Moritz. Ja, die zit ook wel grappig. Ga je dus, ja. Heb ik toch weer eens gedaan. Ja, ik heb iets langer gewacht, iets korter gewacht dan. De vorige keer, ja, toen hij net open was, 3 kwartier, nu iets van 20 minuten of zo. Ja, een kwartiertje, 20 minuten of zo. Dan een half uur stond, ja. Hij was wel erg. Ik kreeg eens van, maar ik heb al, ik ben even doorgelopen richting Ruikruik. En ik zou nog de Joris en de Draak in gaan. Maar die heb ik nog niet gedaan vandaag. Ik dacht, laat er eens in gaan. Alleen even afwachten hoe lang die rij is, maar dat maakt me op zich even niet uit. Dus ja, maakt even natuurlijk niet uit hoe lang het. Maar ik ga eerst naar de soort Pieter, wat is het nu? Ik ga ze volgens mij nou schoner maken, maar maakt niet uit. Ik zie ook.
de omhoud van Joris en Drek straks filmen met mijn GoPro, dus lekker. Zo mensen, ik kom die rijden. Ja, ik liep rijden hier, zoals een medewerker buiten. Er stond hij ook van, het is meer dan een uur wachten. Dus ja, het loopt er maar in, weet je wel. Eén nadeel is, als je helemaal de wacht inloopt, mag je die niet meer uitlopen. Dan moet je wachten tot die erin ben geweest, dus ja. Ja, maakt niet uit, ik ga er net zoiets van, ja, ik ga er wel in, weet je wel. Ik heb toch nog Joris in het Drek gedaan vandaag. Alleen in de lucht, donkere lucht. Dus, ik ben bang dat er zo'n regenbuitje komt, hè. Maar het maakt niet uit. De GoPro en deze camera, die maakt nou meer vlog. Ik kan er nog een beetje tegen, dus mensen, dat is wel weer een voordeel. Maar ja. We zullen zien. Ja, voor jongens is het eigenlijk altijd wel lekker om in te gaan. Ja, kijk, ze daar in ieder geval meerdere vlogs op uitgelegd om hier helemaal via buiten. Normaal is het, dan kon je altijd hier zo doorlopen, maar dat is nou niet. Want ja, wegens die 1,5 meter regeling, als die weggeven verlengd. Ja, dat mag echt. Ik ga er gewoon in. Ja, hier is het. En het blijft leuk. Aangezien ik achtbaan sowieso wel zeer leuk vind om in te gaan. Ja. Dus straks kun je leuk Max en Moritz zien. Ja, ik had dit keer Moritz. Ja, dat is ook wel echt leuk om te zien. Ik heb een film met mijn GoPro, dus ja. Ja, ik ben in ieder geval in geweest. Het grappige is dat die hier om de baan onder loopt. Die liep hier zelfs langs de lift, onder de lift door. De lift van Joris en het Drek. Het is wel jammer dat die deze draadje nog steeds niet echt goed. Het is sowieso een uurtje wachten. Ja, we zullen zien mensen. Lekker! Net een leuk ritje. Joris en Drek gaat er als leuk. Ik zat baan 4. Het was wel geinig. En lekker. Ja mensen, jullie zouden wel denken als Mike heeft een rode beland. Ja, oude. Tuffer. Wel leuk.
Nee, nee, hebben ze gestart een stop voor gemaakt. Ze lachen lachen in dat ding. Ik had daar nog eens een kippen daar, oh my god. Sluitenstraat. De park is ook straks te dicht, dus denk ja, daar gaan we doen. En maakt niet uit waar, het is wel leuk. Ja, de Efteling, ja, blijf echt van het park wat er is. Je hebt heel de tijd te gaan daar, hè. Ja, de auto is die had ik geen online muziek en deze weer wel. Dat is gewoon lang hier. Kippen daar. En dan komt er zo'n rookeffect vanaf, flikkert wat ik uit doe met. Wie doet het nou ook hier? Zo gek. Maar ja. En dan mooi hoe je die kippen kwekken en die doen het dan. Dat is wel gek. Dat is wel heel gek. Is de muziek schijnt er in één keer mee uit. Zit er dus wel. Gaat dat ding rijden ook? Volgens mij is er ergens een van de gestoorde of weet ik het wel. Ik weet niet erin. Dan begint die muziek wel weer. Ja, appel. Die online muziek van Tufte. Ja, ik weet dat het was een proef, zeg maar. Ik heb er even niet. Een soort van grote geschenk, maar ik kan hem even niet goed laten zien, maar het maakt niet uit. Kijk eens, zoals je net kan zien, dan zit ik in de oude Tufferbaan. Dat was superleuk. En ik ga nu weer trouwens. Het park is dicht, gaat dicht, dus ja, ik heb een hele leuke vlog gevonden. Ik heb zoveel mogelijk blauwe duimpjes omhoog. En wil je niet meer toffe video's van mij zien? Abonneer even op mijn kanaal en dan zou ik zeggen tot de volgende video weer. Lekker!